Na duizenden uren trainen halen sommige atleten niet alleen het topniveau, maar ook de Olympische medaille. Maar vaak gebeurt dat niet voor alle talentvolle atleten. In dit college neem ik u als sportpsycholoog mee hoe we dat ontbrekende stukje kunnen invullen. Waarom wint de snelste niet altijd Olympisch goud? Vanuit Versus in Hasselt, dit is de Universiteit van Vlaanderen. De vraag is, waarom halen die topsporters niet altijd een Olympische medaille? Wel, als sportpsycholoog heb ik het genoegen om zowel naar onderzoek, maar ook naar praktijkervaring te kunnen kijken. Als teampsycholoog heb ik de Olympische Spelen in Rio begeleid. En als je die vraag beantwoordt, dan moet je niet alleen kijken naar de prestatie zelf op die dag, maar moet je vooral kijken naar de ontwikkeling van de talentvolle atleet naar het hoogste niveau. En om even de vergelijking te maken, hoe lang dat duurt, als de volledige topsportcarrière de 100 meter sprint zou zijn, dan zijn de 80 meter ontwikkeling. Dus een heel belangrijk deel, meerdere jaren trainen, oefenen, doelgericht werken en de leefstijl van topsporters aannemen. Vanuit sportpsychologisch onderzoek is het natuurlijk ook belangrijk om te kijken naar die ontwikkeling. En wat leren we? Dat als je alleen maar kijkt naar de ontwikkeling van de sporter, dat je vaak te weinig informatie hebt. Je moet ook kijken naar het bredere plaatje. En een van de voormalige veelvuldige Olympische medaillewinnaars zei 95% van wat het vereist voor een kampioen te worden, leer je niet op het sportveld, in het zwembad of op het sportterrein. Dus een sportpsycholoog zal ook breder willen kijken. Zal ook een holistisch, een samenvattend, allesomvattend plaatje willen maken om goed te begrijpen hoe die ontwikkeling verloopt. En dus dat holistische betekent ook dat je ook moet kijken naar wat zit er in zo'n perspectief, in zo'n model. Het bovenste ontwikkeling is uiteraard de sportieve ontwikkeling. En daar weten we van dat talentvolle atleten vaak verschillende fasen doorlopen. Je start met de sport, met vriendjes, door de ouders gebracht. Plots word je herkend als talentvol. Kom je in een ontwikkeling, nationaal, internationaal, en kom je wat we noemen de perfectiefase, de topfase van je kunnen. Wat is nu belangrijk aan deze fase, is dat iedere moment in je carrière bepaalde mentale vereisten stelt. En om er eentje mee te geven, waar we ook sterk zijn in Vlaanderen om te kijken naar nieuw onderzoek, is het cognitieve. Zijn jongeren klaar om met competitiesport bezig te zijn? Kunnen ze omvatten en begrijpen wat het betekent, wat de investering is? Dat noemen we het concept van cognitive readiness. Het Engelse voor ben je klaar om de volgende stap cognitief op te pakken. Maar er zijn nog andere fasen. De tweede fase is uiteraard de psychologische ontwikkeling. Alle van ons hebben die doorlopen of lopen die nog door. Schoolkind, puber, adolescent, jongvolwassenen en volwassenen. En ook hier, iedere fase heeft opnieuw zijn uitdagingen. Denk maar als ouder aan het puberende kind dat vaak ongewild toch wat opstandig wordt. Of de puberende atleet die niet altijd meer luistert naar die coach die vraagt om een aantal dingen te doen. Dus er zijn uitdagingen bij. Het derde niveau heeft te maken met de personen rondom die atleet. Wat we noemen het psychosociale. De personen die van invloed zijn op de atleet door die ontwikkeling. En uiteraard heb je de ouders, je hebt coaches, je hebt ook vrienden. Later heb je ploeggenoten, internationale coaches en volwassen sporters gaan ook een partnerrelatie en jong gezin hebben. En ik neem er even eentje uit, de ouders. Vaak verketterd als negatief. Uit mijn praktijkervaring weet ik, de meeste ouders zijn positief, willen het beste voor zoon of dochter. Maar af en toe is er eentje die het beter weet dan de coach. En daar zit de uitdaging. Het volgende domein, en je ziet hoe we het opbouwen om die brede kijk te krijgen, het volgende domein is de studie en de professionele ontwikkeling. En in Vlaanderen zijn we sterk in wat we noemen de duale carrière. Het combineren van studie en topsport. Een voorbeeld is dat talentvolle atleten vaak het begin van de leerplicht, het secundair onderwijs, gaan combineren met topsport in een topsportschool, specifiek gericht op hun ontwikkeling.
En na het secundaire onderwijs gaan veel van onze jonge, talentvolle atleten ook naar het hoger onderwijs, hogeschool of universiteit. En bijvoorbeeld aan de VUB krijgen studerende topsporters individuele extra begeleiding om de combinatie te halen. Na het studeren hebben vaak een aantal topsporters ook de kans om een topsportcontract te krijgen met loon, zodat je professioneel met jouw beroep kan bezig zijn. Nu denk je, we zijn er. Wel, laat mij jullie uitdagen van aandacht. Er zijn nog twee grote elementen in de ontwikkeling. Het financiële en het wettelijke. Het financiële betekent dat je ook moet rekening houden hoe dat ouders veel investeren in de ontwikkeling van zoon of dochter. Vooral in het begin van die sportieve carrière. Het is pas als ze al talent herkend worden dat vaak de sportfederatie of het Olympisch Comité mee zal financieren. Dus de rol van de ouders is ook daar enorm belangrijk. Het financiële is, als een topsporter een contract krijgt, dat hij ook een loon krijgt en dus inderdaad een beroep volwaardig kan uitoefenen. Het laatste domein is het wettelijke domein. En dat hebben we toegevoegd omdat het inderdaad vaak gaat over grenzen stellen en bewaken. En een belangrijk punt bij grenzen stellen en bewaken is weten wat jouw status is, wat je mag, je rechten en je plichten. En bij het onderscheid tussen minderjarigen en meerderjarigen zit er soms een grijze zone. En het is die grijze zone dat we zeker moeten bewaken om te weten wat die rechten en die plichten zijn van de minder- of meerderjarigen. Wat belangrijk ook is, vanaf het moment dat je inderdaad voltijds professioneel topsporter wordt, moet je ook de gedragsregels van antidoping volgen. En daar kan je niet onderuit. Dus ook op wettelijk vlak moet je een aantal dingen zeer duidelijk in handen nemen om de ontwikkeling te continueren. Dus dat brede plaatje, die brede kijk, heb je verschillende niveaus van ontwikkeling. Maar we moeten ook kijken wat de uitdagingen zijn. Want er zijn uitdagingen. Het loopt niet van een leien dakje. De puber, inderdaad, die pubert. Het moment dat je overstapt van secundair naar hoger onderwijs, het feit dat je naar een nieuw team gaat, dat je senioratleet wordt, zijn allemaal mogelijke transities of scharnierpunten. Het zijn uitdagingen die de atleet in zijn of haar ontwikkeling zo goed als mogelijk moet oppakken om die ontwikkeling te kunnen continueren. En dus die sportieve ontwikkeling kenmerkt zich ook door bepaalde scharnierpunten of transities. Een belangrijke die jullie vaak waarschijnlijk te horen krijgen, is de transitie van junior naar senior. Het moment dat je inderdaad nationaal senior teamlid of topsporter wordt. Vaak rond de leeftijd van 18 of 19 jaar, maar in sommige sporten ook vroeger. En dus het holistische plaatje, die brede kijk, geeft niet alleen aan wat de domeinen zijn die een jonge topsporter moet doorlopen op een goede manier, maar ook wat de transities zijn die hij of zij moet oppakken. Wel, terug vanuit sportpsychologisch onderzoek weten we dat bijvoorbeeld het moment dat ze de identiteit van een senior topsporter moeten ontwikkelen, of jongvolwassenen worden, of professionele topsporter worden, dat dat belangrijke uitdagingen zijn waar ze soms vaak tegenaan lopen. En daarom dat we terug naar het onderzoek gaan vanuit de sportpsychologie, want wat blijkt door het feit dat al die transities op hetzelfde moment gebeuren, op 18 jaar naar senior team, op 18 jaar naar hoger onderwijs, op 18 jaar meerderjarig worden enzovoort, de combinatie daarvan leidt er soms toe dat topsporters of jonge talenten het niet meer halen. En het gemiddelde uit onderzoek blijkt dat één talentvolle topsporter op 3 maar de transitie zal maken en ook de carrière als topsporter succesvol zal voltooien. Dus het is duidelijk dat we dat beeld moeten kunnen gebruiken. Wat doen we nu verder met die inzichten vanuit de sportpsychologie als we kijken naar de atleten, de ontwikkeling richting topsport en mogelijk Olympische medaille? Wel, het is duidelijk om die uitdaging op te pakken dat we hen ook kunnen ondersteunen. Vanuit sportpsychologisch onderzoek terug hebben we een aantal competenties ontwikkeld. Competenties kennen we in het onderwijs, maar die kennen we nu ook in topsport. Een competentie is een vaardigheid, iets kunnen, met de kennis weten waarom, maar ook met de attitude, de houding om het duidelijk uit te voeren. Een competentie, 3 elementen. Vanuit onderzoek weten we
dat om die carrière langzaamaan te kunnen laten opbouwen op succesvolle wijze, dat er minimaal 14 verschillende competenties bij horen die jonge talenten en topsporters nodig hebben in hun ontwikkeling. En de basis kennen we. Zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, presteren onder druk, goed kunnen communiceren. Basispakket, maar zeer belangrijk. Maar wat nog belangrijker is, dat het onderzoek heeft aangetoond dat er ook nieuwe competenties zijn die enorm belangrijk zijn om die continuering in de ontwikkeling te hebben. En dan denken we bijvoorbeeld aan het reflecteren op de eigen ontwikkeling. Het aanpassen aan veranderende omstandigheden. Problemen oppakken, oplossen, beslissingen nemen, doelstellingen, procesgericht werken. En ook grenzen stellen en bewaken. Dus je merkt dat de competenties die nodig zijn, veel meer zijn dan het klassieke beeld. Zolang je zelfvertrouwen hebt, zal je het wel maken. We moeten jonge, talentvolle atleten daarmee ondersteunen. En dat doen we ook via de coaches. De coaches krijgen programma's, middelen om hun atleten mee te helpen ontwikkelen. En de sportpsycholoog kan af en toe één op één met atleten werken als die blijven aanlopen tegen een uitdaging of een transitie. Dus de competenties dagelijks gebruiken is in feite de garantie dat ze ontwikkelen wat ze nodig hebben op topsportniveau. Maar nog verder. Het geeft hen ook de kans om verantwoordelijkheid op te nemen voor de eigen ontwikkeling. Een belangrijk element in onze maatschappij. Ook sterkere aanpassingsvermogen, mentaal weerbaar en veerkrachtig worden en ook zelfregulerend. Een term die verwijst naar het feit dat ze niet afhankelijk zijn van de coach of iemand anders, maar zelf de stappen kunnen leren nemen, is enorm belangrijk. En vanuit mijn praktijk als teampsycholoog op de Olympische Spelen weet ik dat deze elementen juist kunnen leiden mogelijk naar die medaille. Dus de vraag gesteld, de vraag betekent ook antwoorden. Ja, vanuit dat holistische, die brede kijk, weten we dat er bepaalde elementen zijn in de ontwikkeling die maken dat talentvolle atleten niet altijd die top zullen halen. We weten ook dat we hen zoveel als mogelijk kunnen ondersteunen. Maar we moeten ook samenwerken met de coaches, met de atleten, om dat te kunnen bewerkstelligen. Dus zitten tussen de oren, het zit vaak tussen de oren. Maar zoals een topcoach ooit heeft gezegd, als we willen vermijden dat we veel talentvolle mislukkingen hebben, laat ons dan extra ondersteuning geven, zowel aan de coach, al de atleten, misschien aan de ouders, om die ontwikkeling zo goed als mogelijk te ondersteunen. En dan misschien hebben we kans om die Olympische medaille te halen. Dank je wel. Thank you.